In de zomer van 1561 werd er in Antwerpen een heel groot literair festival georganiseerd. Vol met toneel en muziek en dans en waarschijnlijk ook vuurwerk. Het was echt enorm. En de meeste teksten die daar gespeeld werden, het waren toch meeste toneelstukken, die zijn overgeleverd en gedrukt, ook gewoon in die tijd. En in 2011 heeft Ruud Rijkaard het op zich genomen om die te heruitgeven. Dit zijn ze dus. Ja, dat is nogal een grote hoeveelheid. En gelukkig zijn er ook in de loop der tijd en eerder al wat dunnere boekjes geschreven met een soort best-of. Ik heb er hier zo'n eentje. Het Antwerp landjuweel van 1561, de best of de Antwerpse landjuweel is dat eigenlijk. En nu wil ik één stukje wil ik daar uithalen, want dat is toch een heel bijzonder stukje. En dat is de factie van 's-Hertogenbosch. En een factie, dat is een kort, grappig toneelstukje met een liedje erachteraan. En daar hebben we niet zo heel veel van. Het is een genre dat maar heel kort geduurd heeft. Halverwege de 16e eeuw en toen was het ook eigenlijk al klaar. Dus veel facties hebben we niet, maar we hebben er dus wel een paar. En eentje ervan is van Den Bosch. En als je het toneelstukje leest, dan is er niets aan. Maar daar is dus iets mee. En het toneelstukje, dus het is een heel mooi toneelstukje. Het is ook heel kort hoor, dus je kunt het gewoon vooral, dat wordt mijn oproep ook, maar voer hem eens uit. Er zijn een paar personages. Het begint met de patroon van Den Alve en zijn vrouw. En de Alve, dat zijn de zotten, de gekken, de buitennatuurlijke. Het woord elf komt daar vandaan. Dus hij is de baas van de elven. Dus hij kan van alles nog wat. Een beetje paranormaal en zo. En hij zit dus op een stoel. En dan komen er een aantal personages komen er langs. Peerke van Tel, Koppen van Mal, Maas van Keijendaal, Hein van Zottegem, Grote Laudate, Leijs Roomklosse, Jonkvrouw Dante en Vrouw Schieloze. En die doen eigenlijk helemaal niet zoveel. Het enige wat die doen is dat ze één voor één komen ze voorbij de patroon van de Alve en zijn vrouw. En zij vragen steeds, beste patroon van de Alve, zou je mij tot zot willen verklaren? Een beetje zoals het toneelstuk De Zotslag uit 1550. Er zit erg veel overeenkomst tussen die twee. Maar bij dat toneelstuk staan wat regieaanwijzingen bij. Dan wordt er bier over hem heen gegoten en zo. Dan kunnen we er een beetje een voorstelling van maken. Hier niet. Hier zijn geen regieaanwijzingen. En steeds krijg je dus, dan komt er zo'n personage. Zegt van, nou, beste patroon van de Alve, ik ben eigenlijk helemaal gek. Alleen ik ben niet officieel gek. Dus ik zou graag een verklaring van u willen hebben. Of zalf mij tot zot. Nou, zegt die patroon van de Alve, ik ben daar niet te beroerd voor. Dus hij zalft hem tot zot. En dan komt de volgende en die heeft een soortgelijke tekst. Teksten zijn net een klein beetje anders iedere keer, maar ze komen steeds op hetzelfde neer. Beste patroon van de Alve, ik ben zot, maar nog niet officieel, dus zou u mij tot zot willen zalven? En dan zingen ze een liedje. En in dat liedje gebeurt gewoon weer hetzelfde eigenlijk. Dus hetzelfde soort tekst. En dan is het klaar. Wat is daar nou leuk aan? Ja, als je het zo bekijkt, dus niks. Maar als je bedenkt dat zalven, en het gaat om zotheid, hè? Dus zalven, als iemand tot koning gezalfd wordt, de Franse koningen werden altijd in de kathedraal van Reims door de bisschop gezalfd tot koning, en die pakte dan inderdaad een zalf of iets, hè? Een beetje soort, ja, wat je ook op je handen kan smeren waarschijnlijk, of misschien is het een beetje wijwater of zo, en dat doe je dan op zijn hoofd en dan maak je een kruisje en dan is dan gezalfd. Dat is een normale zalving, maar dat gaan zotten natuurlijk helemaal niet doen. Want die zijn gek, die zijn zot, die zijn niet goed bij hun hoofd. En die pakken natuurlijk anders aan. Er staat niet bij hoe, maar stel je voor. En dat zou ik nog heel graag een keertje echt in volle ornaat willen zien. Dat die patroon er zelfs een zak meel naast zich heeft. En dan komt Peerke van Tuil, die komt al langs. Patroon van de Alve, ik wil graag tot zot gezalfd worden. En dat die patroon van de Alve dan een grote hand meel neemt. En dat dan niet een beetje zo zelfs. Maar dat die dus, poef, zo dat die meel met een grote wolk door de straat. Het speelt zich buiten af. Hè? Men deed het buiten op straat, dit soort toneelstukjes. Dus een grote wolk van meel hangt er dan in de straat. En misschien, en dat staat er niet, maar je zou natuurlijk, die vrouw van hem zit naast hem. Die moet natuurlijk ook een rol hebben. Dus die heeft misschien wel een
bier of water of even, om dat ook zo eroverheen te gooien. En als er dan al die personages één voor één langskomen en er wordt flink met meel gegooid, dan moet dat toch wel een enorm lekker smerig en vies spektakel zijn geweest. En dan snap ik dat daar dan de grap van is. Doe dit eens een keertje. Maar dan ook echt helemaal. Wees niet te zuinig. Koop gewoon wat bloem bij het supermarkt. En pak deze tekst. Die staat gewoon ook op dbnl.org. Dus deze is heel makkelijk te vinden. En speel dit eens een keertje na met wat leuke cameraposities. En maak er eens een keer een grote puinhoop van dat je grote wolken meel hebt. Daar ben ik wel zeer nieuwsgierig naar hoe dat dan precies uitpakt. En dan ja, merken we vast en zeker. Daar zat hem natuurlijk de grap in. Niet in die teksten, maar in de viezigheid en de smerigheid die dat oplevert. Dat moet toch echt wel heel erg leuk zijn geweest in 1561 in Antwerpen.